Vandaag in Te Was Wat, een compilatie van de leukste items van de afgelopen week. Met onder meer... Ronnie zoekt een vrouw. Ik zoek een leuke vrouw. Tussen de 40 en de 50 jaar. Hiep, hiep, hoera voor het goede doel. Stel dat ik niet zou bestaan. Waar moeten die kinderen dan naartoe voor hun verjaardag? Maar nu eerst oerend hard op de scootmobiel. Gaat die meneer nou te hard? Hij rijdt netjes. Okay. Ik heb hem helemaal op zijn één staan. Ik rijd 3 kilometer op dit moment. Nou ja, nu niet, maar normaal. En houdt hij zich altijd netjes aan de snelheid? Nee, ook niet heel eerlijk gezegd ook niet altijd. Ze lijken er zo rustig bij te zitten. De ouderen in hun scootmobiel. Maar volgens de winkeliers van winkelcentrum De Bogert in Rijswijk scheuren ze behoorlijk hard. En er zal maar een kind onderkomen. De beheerder van het winkelcentrum begrijpt de zorgen. Hoeveel van die scootmobielen rijden hier nou rond? Kunt u een schatting geven? Ja, rond de 30 voor wel. Kunnen er ook meer zijn. En scheuren ze? Een aantal wel, ja. Hoe hard gaat het dan? Nou, die kan je gewoon lopend niet bijhouden. Dan moet je echt rennen. Ik zag u net heel hard voorbij rijden. Ja. Houdt u zich wel een beetje aan de maximum snelheid hier? Ik kan niet harder. Ik denk dat hij gaat 12 à 13 kilometer, de snelheid. Dus, maar ik kon u rennend niet bijhouden. Dat is mogelijk. Dat ligt aan uw conditie. Ja. Ligt aan mijn conditie. Ja. Ik spreek er regelmatig nog wel eens eentje aan. Kijk, die mevrouw rijdt hard. Mevrouw, u rijdt te hard, mevrouw. Mevrouw. Precies, dat is dus helaas meestal toch wel de reactie die je krijgt. Of ze luisteren niet, nee, zien het niet. Nee, ze reageren niet. Of ze worden heel boos. Maar ja, ik denk, ik zit er zelf ook in, dus ik kan er wat van zeggen. Het lijkt me best leuk om in zo'n ding hard te rijden. Ja, mij ook wel. Alleen dan moet je denk ik op Zandvoort zijn en niet hier in de boog gaan. We moeten beter op elkaar letten, we moeten meer respect voor elkaar hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Oh, dat gaat toch wel weer hard. Hallo, welkom in mijn huis. Kom binnen. Het hele pand hebben we zelf gerenoveerd. Toen wij het kochten was het een hele slechte staat. Omdat het is een pand vanuit de middeleeuwen, uit 1560. De straat heet Achter de Kerk. En dat kan je eigenlijk wel goed zien, want ja, we zitten bijna in de kerk. Het zijn wel de panden geweest die bij de kerk hoorden. En er zijn nog maar 2 hier in Gouda overgebleven. Dat is dit pand en het pand hiernaast. En dit is het gewelf van achter de kerk. En dit was vroeger de oude ijskelder. Ja, het is net alsof je terug in de tijd bent eigenlijk. Oké, nu zijn we op het dakterras. En het vooral prachtige is, het is alsof je in Italië zit. Met die prachtige kerk zo. Nou, ik verkoop dit huis omdat ik helaas na een huwelijk van 30 jaar onlangs gescheiden ben. En nu woont de vader van mijn kinderen hier tijdelijk en heeft al een ander huis. En vandaar dat we dit huis willen verkopen. Dus is het voor jou ook een beetje emotioneel om hier te zijn? Ja, best lastig om hier rond te lopen. dat wekt wel herinneringen op. Dit was zo'n heerlijke ruimte altijd, waar ik met veel vrienden gezellig waar we hier zaten, wijn dronken, aten. Een heel rustige, mooie, serene plek eigenlijk. Wat ik best mis eigenlijk. Ja, helaas. Nou, het was ook niet mijn keus, maar ja. Ach, het is niet anders, hè. Straks het was wat hiep hiep hoera. Voor wie kom je wat uitzoeken? Van mijn zoontje, die is bijna jarig. En hoe oud wordt hij? 5. Ja. Dus als zij er niet was, dan had ik wel een groot probleem gehad. Want we hebben het niet zo makkelijk thuis. Dit is glazen wasser Ronnie, 47 jaar en gescheiden. Dit zijn mijn 4 kinderen. 4 jongens.
Annie houdt van ADO, ook een beetje van Feyenoord en vindt zo af en toe een sigaar lekker. Ik zoek een leuke vrouw, tussen de 40 en de 50 jaar. Oh, en nog iets. Wie is wat? Hij woont thuis bij zijn ouders. Goed dat allemaal haar goed zit. Nou, dit is mijn slaapkamertje. Doet een beetje denken aan een puberskamer. Ja, maar dan heb je nog wat op de muren hangen, hè? Nou ja, ik heb altijd thuis gewoond natuurlijk. Dus vanaf de scheiding woon ik al thuis. En dat is hoe lang? 14 jaar. Gaan we doen de krant lezen? Dat is niet zo erg. We hebben er gemak van en we hebben er last van. Ja, dat hoeft niet. Eten. Op tijd eten. Joh. Ja. Op tijd eten? Ja, op tijd. Hij moet vandaag de ramen overal zemen. Maar hij doet nog boodschapjes en hij doet nog wel eens een ander. Ja. Alsjeblieft. Ik ben toen zeg maar gescheiden, ja, en dan de kinderen woonden natuurlijk bij de moeder. Ja, dus dan zat ik weer bij moeders thuis. Nou, en toen kreeg ik een vriendin, die had ook een eigen huisje, ja. Nou, daar ging het dan ook niet zo goed meer mee de laatste tijd, dus ja, dan ben je, ga je weer de andere kant op. Dus dan ben je weer thuis. Stel voor dat hij nu een vriendin krijgt, mag ze hier komen slapen? Nou, dan weet ik niet of ik dat wil. Dan moeten we afwachten. Dan moeten we afwachten wat het is, als ze goed door de keuring komt, dan... Als ik haar leuk vind, dan mag ze blijven, anders niet. Hij is 47. En het wordt wel weer tijd dat hij een vrouwtje krijgt, want het is een hele goede jongen. Ach ja, de jongste, hè? Ja. Op date met Ronnie, of zelf op zoek naar de ware liefde? Mail, hè? Het is wat, @omroepwest.nl. Het is tijd geleden, hoor, dat ik een zin heb gehad. Deze week in Tis Wat, de speciale serie Het Goede Doel. Een groep portretten van mannen en vrouwen die zich inzetten voor mensen die het niet altijd makkelijk hebben. Deze barmhartige Samaritanen hebben, hoe verschillend ze ook zijn, één ding gemeen. Ze willen niemand in de kou laten staan. Vandaag zijn we bij Angelique en zij heeft de stichting Hiep Hiep Hoera opgericht. Even de chips en alle dingen. Angelique zet zich in voor ouders die niet genoeg geld hebben om de verjaardag van hun kind te vieren. Alles wat in een mand bij elkaar zit of wat in een vak bij elkaar staat, dat mogen ze helemaal hebben. En dit is weer de kant voor de jongens. Zoals versiering voor thuis, chips en limonade, dat ze toch nog gezellig kunnen maken op de verjaardag. En snoepgoed en chocola, dat ze kunnen uitdelen in de klas. Want uitdelen hoort ook bij een verjaardag, maar ja, daar is bij die mensen meestal ook gewoon geen geld voor. De winkel staat in de woonkamer en is één keer per week open. Voor wie kom je wat uitzoeken? Van mijn zoontje, die is bijna jarig. En hoe oud wordt hij? 5. Ja. Dus ja, als zij er niet was, dan had ik wel een groot probleem gehad. Want we hebben het niet zo makkelijk thuis. Nee? Dus nee, ik ben heel blij met haar. Ik denk dat het minder indruk op je maakt dat je niet elke avond warm kan eten dan wanneer je verjaardag niet gevierd kan worden. Want een verjaardag is in de ogen van een kind gewoon echt een heel groot iets natuurlijk. En als dat niet gevierd kan worden, ik denk dat je dat 20 jaar later dat je dat nog weet. Als Angelique er niet was, wat dan? Dan hadden we geen verjaardag kunnen vieren. Nee. Ja, of misschien één klein cadeautje of zo, maar geen feest thuis sowieso. En ja, het wordt gewoon moeilijk. Hiep Hiep Hoera kan niet bestaan zonder de donaties van anderen. Oh, super. Ja, dat soort dingen krijgen we niet zo vaak. Net als in de winkel, wat moet je nemen? Fijne verjaardag. Ja, dankjewel, hè. Doei. Waarom doe je dit? Ja, dat is gewoon leuk. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En stel dat ik niet zou bestaan, waar moeten die kinderen dan naartoe voor hun verjaardag? Ik denk dat ik voor deze ga. Er zit Lego in. Een bouwpakket. De winkel is één keer per week open. Meer kan Angelique niet aan. Nee, ik heb een spierziekte. En mijn spieren zijn eigenlijk altijd overbelast. Dus dan moet je doorgaan over die overbelasting heen. En ik ben eigenlijk altijd moe. Dus dan heb je zo de dinsdag van 9 tot 12. En daarna heb ik het wel voor de hele week gehad. Maar het maakt niet uit. Het is het gewoon hartstikke waard natuurlijk. Happy birthday wishes to you. Doei. Fijne verjaardag.
Volgende week volgen we in een nieuwe serie de familie Cox uit Den Haag. Met het hele gezin maken ze elke dag live radio op radiostation De Haagse Rakkers. Rechtstreeks vanuit de woonkamer. Ja, we gaan even lekker een half uurtje live nog. En natuurlijk vanavond de gewone uitzending bij De Haagse Rakkers met onze DJ Mitch. Maar ik ga beginnen... Oh jee, hij loopt vast hier. Je zal je heel even... Dat was het dan. Ook wat? Mail naar tiswat@omroepwest.nl en ik zeg tot maandag!